dochter van een gedeputeerde, ja, van meneer Loos. Dat Vanaf 1 januari 1986 heeft Nederland er een 12e provincie bij. En hebben de bewoners van de IJsselmeerpolders een eigen, autonoom, provinciaal bestuur gekregen. Een gebeurtenis waarvan het bijzondere karakter door uw aanwezigheid, majesteit, en die van de Koninklijke Hoogheid en van vele anderen wordt onderstreept. Een nieuw landsdeel waarvan de bewoners zich onderling sterk verbonden voelen. En die nu met hun eigen bestuur als normale provincie aan de slag kunnen. Ik zei als normale provincie. Maar wel zonder uitvoerige ballast van bureaucratisering en overbodige procedures die wij elders nogal eens tegenkomen. De regering heeft zich in principe voor de inpoldering van de Markerwaard uitgesproken. Nederland heeft in zijn strijd tegen het water uitdagingen nooit geschuwd. Flevoland is daarvan een sprekend resultaat. Voorzitter, om deze woorden ook in meer stoffelijke vorm te doen beklijven, zou ik u, voorzitter van de Provinciale Staten, graag deze voorzittershamer willen aanbieden met de wens dat u deze hamer, dat u met deze hamer vele goede en doelmatige besluiten voor Flevoland zal kunnen bekrachtigen. Wij registreren vrijwel dagelijks hoe groot de belangstelling is om hier te komen wonen en werken. En het is de taak van dit gebied om aan die wens tegemoet te komen. De woningnood in het noordelijk deel van de Randstad en in andere delen van ons land is nog lang niet verdwenen. En om die mee te helpen oplossen zijn gedeelten van deze provincie ingericht. En het woonklimaat is hier goed. De infrastructuur ondergaat voortdurend verbetering en we hopen na voltooiing van de lijn Amsterdam-Lelystad op een voortzetting van die lijn. Voor de wat afgelegener provincies zal dat een voordeel zijn en ook wij... Ja. Meneer Lambert, kunt u naar links? Ja, prachtig zo. Ja.